Mevrouw de voorzitter, ik wil afronden met een enkel woord over het openlijk optimisme dat we in Zwolle nodig hebben. Enkele jaren geleden werd in Zwolle de aanpak Samen maken we de stad geïntroduceerd. Dat geldt wat ons betreft uiteraard ook voor de binnenstad. Maar als het gaat om het vergroten van de externe aantrekkelijkheid van de binnenstad, wil onze fractie daaraan toevoegen, samen maken we ook het beeld van de stad. Er wordt in Zwolle traditioneel veel gepraat en ook wel geklaagd over de bereikbaarheid van de binnenstad. Als het gaat om wegen en parkeren wordt er terecht hard gewerkt aan de noodzakelijke verbeteringen en dat gaat ook de komende jaren door. Maar we moeten niet doorslaan in beeldvorming. Wie steeds eenzijdig op de troon slaat om het beeld van de slecht bereikbare binnenstad te verspreiden, moet ze realiseren dat daarmee een karikatuur wordt geschetst die bezoekers van buiten kan afschrikken. De Zwolse binnenstad wordt omringd door parkeerfaciliteiten op loopafstand en de stad is al meer dan 100 jaar het tweede spoorwegknooppunt van Nederland. Een functie die nog verder zal worden versterkt met de opening van de Hanzelijn. Daarom zouden ondernemers, culturele instellingen en organisatoren van evenementen en de gemeente de Zwolse binnenstad naar onze mening in Nederland moeten aanprijzen onder het motto: de binnenstad van Zwolle, parkeren op loopafstand en uitstekend bereikbaar per trein.